Een drukke avond aanstaande woensdag voor de Wolfbioscoop in Euroborg. Op de Ladies Night kijken dan ruim 1900 vrouwen naar de première van Fifty Shades of Grey, beter bekend als 50 Tinten Grijs. Het is een erotisch getinte film gericht op vrouwen. De bioscoop stelt alle zalen beschikbaar voor de film, dat zegt de theatermanager. Binnen zes weken waren we uitverkocht. Direct na de Ladies Night van 3 december is die online gegaan. en uh, We dachten een paar zalen, maar dat zijn uiteindelijk alle zalen geworden. Fifty Shades of Grey is een verfilming van het gelijknamige boek. Dat boek kwam in 2012 uit en was een groot succes. En nu is de premièreavond ook al uitverkocht. Martin Horst heeft daar wel een verklaring voor. Ik denk dat de filmaandacht juist met het boek te maken heeft en iedereen die het boek gelezen heeft, die wil ook zien hoe dat op het witte doek uh, komt. En uh, ja, ik denk dat daarom juist ook uh, de film nu al zo uh, populair is. Ja. De trailer is in 2014 90 miljoen keer bekeken. Dat is het best bekeken trailer op, op YouTube. Ja, dat zegt al gewoon over de spanning die die film uitstraalt. Het is toch een beetje een taboe, natuurlijk. Maar hopelijk komt het op het Witte Doek goed in uitwerking. Het wordt een drukke avond voor Wolf. Vanaf half acht start de film elk kwartier met om negen uur de laatste. Maar ondanks de drukte hebben ze er de zin in en kijken ze uit naar woensdag. Het is gewoon een feestje, dus uh, ja. iedereen komt en we gaan leuke dingetjes weggeven. En uh, ja, ik denk dat iedereen gewoon heel veel plezier in deze avond gaat beleven. Ook de verkoop van de kaarten voor de andere dagen loopt hard. De bioscoop meldt dat er al honderden kaarten zijn verkocht.